de entree. Dit is ons hek, wat niet meer op slot kan. Maar dat gaat Olaf nou op slot zetten. Dit is onze tuin. Met de olijven. En nou staat er daarachter een vijgenboom. En hier weet ik niet zeker, maar ik denk dat dit een mispel is. Het ziet er ook rottig uit. Ik dacht dat er ergens eentje aanhing die nog goed was. Dan moet je wel heel hard zoeken. Oh, man. Oh, dit heet nou zo rot als een mispel. Oh, kijk. En dit door de hoopje. Dat is de amandelboom. Die herken je uit duizenden. Verdord is een amandelboom. Nou, die kunnen we ook kaal plukken. Eens kijken. Daar is de johannesbroodboom. Olijven weer. Hier is iets duisters. Dat weet ik niet. Heeft geen water gehad. Olijven. Oprit is zeker een minuut lopen. Minimaal. Daar hebben we johannesbroodboom, olijvenboom. Dan hebben we hier ons zwembad. En dat is afgezet, waarschijnlijk voor de kindertjes. Dus er staat een hekje omheen. En douche. Nou, daar zie je nog waar die struiken staan. Het eind van onze tuin. Hier. Eens kijken. Zo te zien is dit laurier. Dat kan niet anders. Weer johannesbrood. Nou, dit is dan, hier kan je buiten eten. Onder de dikke olijvenboom. Daar kan je lekker zitten in de schaduw. Oh, goede parasol, zo te zien. En hier kunnen we barbecueën. En daar staan nog wat spulletjes. Er is ook nog een stuk tuin. Helemaal tot achteraan. Hier zal hij zijn privé spullen opgeslagen hebben. Dat hebben al die huizen. Het is allemaal hetzelfde. Je kan hier niet het einde zien. Nou, struikje. En dan gaan we het platje op. En als het goed is, heeft Olaf de deur al open gemaakt. Nee, dus. En daar staat de matrozenbloem, hoe heet dat ding? Hibiscus. Kebangspato in het Maleis, maar de bougainville. Wat staat daar voor iets? Roos of zo. De bottels te zien. Nou, dat lukt niet.